Ik ben Roos Bluffband, ik ben artiest en songwriter en ik heb 4 albums uitgebracht. Het eerste album is echt meer een theaterplaat en mijn ene laatste plaat van 2019 is meer duister met synthesizers en gewoon wat donkerder. Dus het is eigenlijk bijna niet met elkaar te vergelijken. Wat wel een herkenbaar iets is dat ik Nederlandstalig schrijf en altijd wel echt zing over mijn eigen binnenwereld of de dingen die ik in de wereld zie. En die eruit moeten, zeg maar. Ik doe mee aan Up Next, omdat ik een nieuwe plaat wil gaan maken in 2022 en daarmee wil gaan toeren. En die plaat wordt een activistische zelfliefde danceplaat. Ja, deze nieuwe plaat die ik wil gaan maken is echt een antwoord eigenlijk op mijn derde plaat, Kleed Me Uit. Ik kleed me uit, zoals de titel ook al zegt, geef ik mezelf bloot en laat ik juist mijn donkere binnenwereld zien. Maar die plaat is inmiddels 2 jaar geleden of meer zelfs uitgebracht. En in de tussentijd is er van alles gebeurd. Ik ben ouder geworden, dat helpt ook enorm. Ik heb wat meer scheid aan wat mensen van me denken. En dat gevoel moet er nu uit. Dus dat wordt wel een vrolijkere plaat, ja. Bij deze plaat ga ik dit idee dat ik in mijn hoofd heb voor deze nieuwe plaat helemaal uitwerken. Heel veel samenwerkingen aan met mensen die al langer ook in de dance scene zitten, die al langer ervaring hebben met beats maken waar je niet op stil kunt zitten, zeg maar. En ik wil ook samenwerkingen aangaan met andere muzikanten, bijvoorbeeld met female rappers. En echt die weer dat onderzoek uitgaan en die dingen, die klankbeelden die ik in mijn hoofd hoor, gewoon helemaal uit gaan diepen. Om vervolgens op vinyl dat uit te brengen en de podia te bestormen.